naam is Herman Ram. Ik ben directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Het sprak me heel erg aan. Ik merkte dat we eigenlijk meer raakvlakken hebben dan dat ik van tevoren had gedacht. Want bij heel vaak deel van dingen dacht ik, oh ja, maar dat ken ik eigenlijk ook wel vanuit mijn werk. Ik vond het leuk, maar wat zij niet wist, 40 jaar geleden zat ik in dat vak. En het vond ik interessant om te zien hoe het enerzijds er eigenlijk niet echt iets veranderd is. En aan de andere kant bijvoorbeeld de middelen die gebruikt worden verschoven zijn. En overigens ook de hulpverlening enorm veel professioneler. Wij waren echt een pionier. We wisten niet wat wij eigenlijk aan het doen waren achteraf gezien. Maar er moest iets gebeuren. Een drugs bestaat ook vaak uit het ritueel. Het naartoe werken, zeg maar. Als ze dit gewoon zo aangeleverd zouden krijgen, gewoon op een iets, dan... Dan is het dan niet goed. Ja, het hoort ook, dat scheppen hoort erbij. Ik hoorde af en toe een O en een A. En dan denk ik, nou, dan heb ik toch iets nieuws verteld. En ja. Onze missie is een dopingvrije sport. En jammer genoeg zullen we er nooit helemaal in slagen, maar dat is wel waar we naar streven. Wij vinden dat doping niet thuis hoort in de sport. De beste schatting die wij kunnen maken, ongeveer 4% van de topsporters gebruikt bewust doping. Geen wat Marieke en van de doping te vertellen hadden. Ja, dat was leuk, interessant en boeiend eigenlijk wel. Dat dopingverhaal is ook altijd wel spannend. Ik vond het heel gezellig. Ik kwam natuurlijk met weinig idee. Ik had jullie website bekeken, die ziet er heel goed uit, dat is hartstikke leuk. En ik dacht, nou, we gaan gewoon kijken, ik zie wel. En het had alle kanten op gekund, maar ik vind dat jullie een ontzettend goede, strakke organisatie hebben. En tegelijkertijd er een hele leuke, ontspannen sfeer bij houden. Dus ik was echt onder de indruk. Ik vond het een heel leuk en afwisselend programma met de muziek van de band sowieso. Daar vulde het echt goed aan. Dat als je die tussenstukken had, dat ook leuk werd opgevuld. Als jij geen zin hebt om te hard te jagen, stel dan iets anders voor. Ga lekker een boswandeling maken met de hondjes. Ja, nou ja, goh, in die kerstgedachte, ik kan me daar prima in vinden wat Brine vertelde in zijn column. Doe lekker waar je zin in hebt en geniet. En weg met alle regeltjes. Het lukte ook wel zoals ik het wilde. Dus die intonatie van het hele verhaaltje, ik denk dat het verhaaltje overkwam. En dat was het belangrijkste eigenlijk. Mooie filmpjes tussendoor die erg leuk waren. Vooral de spraakmakers met een konijn en dan... De info ook weer over die valk, dat maakt het eigenlijk wel helemaal compleet. Ik weet niet of ze dat elke keer doen, blijkbaar wel, maar ik vond het in ieder geval erg vermakelijk sowieso. En het was natuurlijk ook wel een lastig thema. Hè? Je merkte ook dat sommige mensen best zochten naar wat moet ik nou met Jan Splaten, dat vond ik fantastisch leuk, maar hij moest natuurlijk wel zoeken naar iets wat erop sloeg. Ik moet er altijd heel erg om lachen. Die man die is gewoon een karikatuur als zich. En als hij over muziek gaat praten, dan hang ik aan zijn lippen. Ik heb zelf natuurlijk ook meegedaan met de quiz. Het ging vrij lang goed, totdat de vraag kwam, ik weet niet, maar eentje had ik er fout en toen mocht ik gaan zitten. En dan ging ik eigenlijk nog vrij lang goed tot twee vragen voor het einde. Wie had er 1,5 miljoen? De winnaar van de quiz! Night Turk als afsluiter, geweldig. Ja, shit. Super gaaf, goud. Die man die verdient een lintje. Ik vond het een hele leuke middag. Het ging echt sneller voorbij als ik had gedacht. En echt boven elke verwachting moet ik zeggen. En ook mijn vrouw die meegekomen is, die heeft zich uitstekend vermaakt. Het is gewoon gezellig, Marjolein en Carlies zijn heel lief. Ik vind de interactie met zowel filmpjes als gasten, dat vind ik erg mooi. Ook altijd een echt Gielse gast en een externe gast. Ik denk dat dit vooral zo moet blijven. En ik vind de show perfect, dus ik zou niet weten hoe het beter moest.